Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag ja, is het een serieuze video, want ik heb ook mijn hemdje aan. Ik ga dit blikje open doen, want ik moet eventjes iets drinken in de video. Dus ja. Oké, waarom ga ik een serieuze video maken? Ik heb dus ik ga het eens even over mijn mentale gezondheid weer al eens. Dus ja. Nu gaat het beter, maar daarvoor ging het echt niet zo goed. Ik kreeg de ene tegenslag naar de andere. Ook qua vrienden, qua liefde. Maar het is oké, ik heb mijn eigen herpakt. Gisteren, dat was dus 14-11. Dat was afgelopen maandag voor jullie dus. Heb ik een goed gesprek gehad met Brent. Bedankt Brent voor eventjes met mij te kunnen babbelen. Big love van u. Dus Brent heeft me zo gezegd van, ja, trek het allemaal niet aan. En ja. Dus qua mentale gezondheid ging het echt niet goed bij mij. Ik zakte eigenlijk allemaal dieper in de put, want ik verloor heel veel vrienden de afgelopen tijd. En ja, vrienden gingen zich meer moeien met wat ik deed. En eigenlijk, hoe gingen ze, gingen meer op mij vitten, zal ik maar zeggen. En dat kon ik niet zo goed verdragen. Want als je tegen mij begint te vitten, dan sluit ik me helemaal op. En ja, dan is dat niet goed. En dan, als je dan belt, dan kan het zijn dat ik heel stil ben. Dus ja, je leeft niet op mij te vitten als je echt zo zegt van, als je met een probleem zit, praat er met mij over. En ik ga niet direct beginnen vitten op mij. Want ja, dan gebeurt er iets anders. Dan begin ik toe te gaan. En ja. En dan qua liefde. Oké, ik was met iemand aan het praten. Ook een hele lange tijd was ik met iemand aan het praten. En ja, bleek dat ze al een vriend had. Maar dat is eigenlijk niet. Dat dan niet zei tegen mij. En ja, dus eigenlijk waren het iets aan het opbouwen. En blijkt dat ze eigenlijk niet voor mij wou gaan. Dat ik gewoon voor haar de tijd te doden was. Maar terwijl ik eigenlijk wel voor haar wou gaan, maar ja, dus dat zij niet voor mij wou gaan, dat ze eigenlijk gewoon haar tijd zou doden door met mij te sturen. En dat vind ik allemaal niet leuk, want ja, ik ben redelijk snel verbonden met iemand en voel ze redelijk snel een band. En waarschijnlijk is dat het probleem geweest dat ik de snelde band vond. En ja, ook, het is zo van, ja, ik heb heel graag, ik praat heel graag met mensen en soms is dat een beetje te veel. En ja, Snapchat ging dat eigenlijk totaal niet goed, maar ja. Maar het is nu ongeveer wel heel goed gekomen. Ik heb gisteren, zoals ik al zei, heb ik een heel goede babbel gehad met Brent. En Brent heeft me zo een beetje bovenop geholpen. En ik ben eigenlijk opgestaan met gezicht van, ik ga mijn eigen veranderen. Het gaat tijd kosten. Oké. Het gaat tijd kosten voor mijn eigen te veranderen. Maar ja. Ik heb ook gezegd van, YouTube, daarop blijf ik positief. Ook al gaat het niet goed bij mij, op YouTube blijf ik het positieve. En dat is het niet goed. Op YouTube moet je zelf zijn. Maar ik heb in het begin te veel gezegd van, ja, ik heb in het begin te veel sidevideo's gemaakt. En wil ik eigenlijk niet opnieuw doen. Maar ja, dus eigenlijk, ik voel me nu best wel oké, hoop ik. Ik weet ook dat ik me eigen oké voel. En nou, het is eigenlijk zo'n beetje het ding van goed voelen en niet goed voelen. En ja, toch met schrik zitten, want 2 december moet ik naar de cardioloog. En dat is ook een beetje zo'n mijn grote schrik. Dat er problemen gaan zijn met mijn hart en dit en dat. En ja, ik wil geren. Ik wil graag eigenlijk gewoon weten dat alles eigenlijk goed is met mij, dat ik gezond ben. En dat mijn hart al geeft me zo'n beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen, een beetje angst. En ja, ik ga er zo te vaak uit, opjagen en dat is eigenlijk niet goed. Maar ja, zoals ik nu ben, voel ik me best wel goed. Oké, het is mijn werk heel goed. Soms heb ik wel stress als ik thuis kom, van ja, dat ik nog een YouTube-video moet maken na het werk. Zoals ik nu ook doe, na het werk een YouTube-video maken. Maar deze wou ik er eigenlijk serieus maken, omdat ik zelf iets heb van, ik moet eigenlijk mijn kijkers laten weten hoe het met mij gaat, hoe het eigenlijk echt met mij gesteld is. Want in YouTube video's zie ik alleen maar dat ik happy ben. En dat is eigenlijk niet zo. Ik ben eigenlijk niet zo echt happy, maar ook echt sad. Ik zit zo'n beetje tussen de twee. Maar op YouTube video's, YouTube is nog altijd mijn droomjob en ik doe het heel graag. Daarvan, ik merk heel veel. Ik merk dat ik rustig word van het met maken van YouTube-video's. Omdat ik dan alles even eruit kan gooien. En ja, met editen ook. Dan zeg je van, ja, dat is mijn droom. Dat is eigenlijk mijn droom al van day one geweest. En nog steeds dus. Ja, mijn YouTube is nog altijd mijn droombaan. Oké, het is misschien een tijd niet goed geweest met mij. Maar
daarvan ga ik niet zeggen van je moet stoppen met YouTube en je moet een andere job gaan zoeken of een andere bezigheid gaan zoeken. Nee, want ik grind ervoor, ik werk ervoor en dat wil ik eigenlijk graag blijven doen. Ook al voel ik me niet goed, YouTube is zoiets waarvan ik zou zeggen van ja, ik maak een YouTube video, ik kan een kwartier, 20 minuten echt, of soms 2 uur, voel ik me echt goed. En als ik aan het streamen ben, voel ik me ook heel goed. Want dan is het echt zo van alle stress even loslaten en alle remmen los. En dan kan alles. En ja, zo voel ik me eigenlijk nu ook wel. Ik voel me heel goed met het maken van YouTube-video's. En ja, dat is eigenlijk zo'n beetje mijn tijdsverdrijf en eigenlijk mijn afleiding van de realiteit, van hoe ik mij voel. Maar ik zeg het zoals ik in het begin van de video zei, ik voel me echt wel heel erg goed. Ook al is het zo minder te merken dat ik met mensen praat, maar ik voel me eigenlijk wel heel erg goed. Het is ook omdat ik zo veel plezier kan maken met gamen, met mijn vrienden zijn. En ja, dat is echt mijn mentaliteit is heel hard aan het veranderen. En ik zie ook, ik moet grinden voor YouTube. In het begin was het echt zo van, ja, ik zal maar een YouTube-video maken, want het moet gebeuren. En nu denk ik van, yes, ik kan eindelijk nog een YouTube-video maken. En ja, dat is heel lang geleden dat ik dat nog kunnen zeggen heb. Allee, dus in het begin was het echt zo van, ja, ik zal maar een YouTube-video maken, want die YouTube, ik wil dat toch wel even verder. En nu is het echt zo van, ja, ik kan een YouTube-video maken, ik kan die editen, want ik heb nu een vast patroon. En ja, soms zeg ik ook wel van, ja, ik moet weer een YouTube-video maken. Maar dan heb ik alle moed bij en dan zeg ik van, ja, dat gaan we doen en dat gaan we doen en dat gaan we doen in de YouTube-video. En dan zit ik eigenlijk alles al te plannen. En dan is het moment daar dat ik eigenlijk mijn YouTube-video ga opnemen. En dat brengt me eigenlijk wel geluk, heel veel geluk brengt mij die YouTube-video's. En als ik zo kan vloggen, dan zie je echt wel hoe dat de vlog al is gelopen. Tegenover het begin was dat gewoon een stomme vlog. En nu is het echt zo van hoe en met de juiste flow en ja. En nu wil ik echt zo van, ja, ik ben met niks begonnen. En nu heb ik er zoveel geld in gestoken dat ik zeg van, het is mijn hobby. En het is echt een goede hobby, want ik zet er zoveel tijd in. Ik steek er zoveel tijd in en ik koop er grief voor. En alles wat ik doe, doe ik voor jullie. En ja, dat is echt. Ik kan het niet geloven dat ik eigenlijk zoveel tijd heb doorgebracht met YouTube. Echt, ik denk van mijn leven al heel veel uren. Elke dag spendeer ik wel een paar uur aan. Gewoon om mijn reacties te lezen al. En die goede feedback van jullie, daar doe ik het voor. En ja, het is eigenlijk zo van, eindelijk kan ik een YouTube video maken. En ja, dat doet me echt deugd. Dat ik eindelijk kan zeggen van, ik ben waar ik wil zijn. En ja, dus mijn mental health, dat komt wel in orde. En ja, mijn YouTube, dat is echt zoiets van dat ik zo lang wou doen. Ik heb daar echt heel lang over getwijfeld in het begin. Zou ik het doen, zou ik het niet doen? En nu doe ik het. En het is echt een droom voor mij geworden. Ik heb er zoveel mensen door leren kennen. En ja, het is echt een droom geworden. En het is eigenlijk een droom nu dat in realiteit gaat. En ja, soms gaat het minder goed op YouTube. En soms gaat het heel goed op YouTube. Maar daarvoor is YouTuber, omdat eigenlijk gewoon, ik blijf wel aan het grinden. Oké, er zijn dalen geweest. En die dalen heb ik mijn eigen gevonden. Ja, ik moet daarop gaan inspringen en daarop gaan inspringen. Het is echt, hoe dat ik het zeg, van, het is echt een goede droom geweest en een goede stap geweest om eigenlijk van hier, waar ik nu zit, een studio te maken en eigenlijk gewoon de hele tijd YouTube-video's te maken. Het is echt een goede stap geweest, want ja, ik heb een heel veel door bijgekregen en het is echt op een jaar tijd, ik zeg het u, op 1,5 jaar tijd is het zo hard gegroeid en ik ben gelukkig om een YouTuber te zijn. En ja, het is echt heel leuk om voor jullie YouTube-video's te maken. Ook al heb ik er soms niet echt tijd voor, ook al vergeet ik soms eens het te uploaden. En dit jaar is dat maar 1 keer geweest dat ik weer het uploaden ben op vrijdag. Maar dan heb ik die op zaterdag geüpload. Dus ja, dat is eigenlijk zo van, ja, ik ben echt gelukkig dat ik een YouTube aan YouTube kan doen eigenlijk. En ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Renald Dillon. En ja, jullie gaan eens graag terug in een nieuwe YouTube-video. Dat gaat volgende week dinsdag zijn. Wat we daarin gaan doen, weet ik nog niet. Maar we gaan knallen. We gaan de laatste maanden nog knallen. En in 2023 knallen we alweer. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Renald Dillon. En ik zie jullie graag terug in de volgende YouTube-video. Dat is dinsdag. Bye bye!